Samen doen is een wijkteam. De generalisten werken outreachend en ze kennen de wijk en haar bewoners goed. In de wijk bevinden zich partners, organisaties en informele groepen. Het wijkgericht werken, ik denk dat we dat een beetje verwaarloosd hebben vanuit Samen doen. Hoe dat nou komt, ja, misschien omdat wij te weinig betrokken zijn bij de wijk. We hebben van die wijkzorgnetwerk overleg. Ik merk dat ik er eigenlijk weinig tijd voor heb. Het slokt tijd op natuurlijk, maar daar valt natuurlijk wel heel veel te halen. We hebben niet zo lang geleden een wijksafari gehad. Gingen we langs informele hulpverlening. Dan moet je denken aan een wijkhuis, wijksteunpunt, andere kleine organisaties binnen de wijk. Dat was heel mooi om te zien, want heel veel initiatieven die kennen we niet. We zitten heel erg in de formele hulpverlening, terwijl we wel wijkgericht werken. Door de wijksafari realiseerde ik me eigenlijk weer dat wij zo weinig weten wat er daadwerkelijk in de wijk aanwezig is aan informele hulpverlening. Maar ook dat we bij wijze van spreken over 6 maanden opnieuw op een wijksafari kunnen, want het wisselt ook heel erg veel. Ja, ik denk de aard van ons werk vraagt ook dat je gewoon zichtbaar bent, dat je niet de hele tijd op kantoor resideert, om maar zo te zeggen. Af en toe komt de cliënt er wel, maar dat vooral is naar buiten toe, ambulant werken, op straat zijn bij een cliënt of met een cliënt door de buurt lopen, bij wijze van spreken, dat doe ik ook heel veel. Dus dat, meer inpassen in wat werkt voor de cliënt. Ja, we krijgen steeds meer nieuwe doelgroepen met nieuwe hulpvragen. En dat is soms best wel lastig, want dan weet je niet, als het vrij nieuw is, bijvoorbeeld met nieuwe statushouders, gezinnen, die dus nieuw in Nederland zijn gekomen, of nieuw in Amsterdam zijn gekomen, die status hebben gekregen, die dan bij ons komen. En dan vraag ik me altijd af, ja, wie is eigenlijk verantwoordelijk voor deze doelgroep? Zijn wij dat samen doen met onze voorwaarden, zeg maar, hè? Multidisciplinair, multiproblem, niet zelfredzaam? Of kan een andere instelling dat eigenlijk doen? Het wordt eigenlijk een beetje op het bordje neergelegd, waarvan ik denk van ja, is dat goed voor de cliënt uiteindelijk? Mijn angst is dat wij dan niet meer die specialistische hulp, hè, vanuit Samen doen, waar het voor bedoeld is, dus multidisciplinair, voor mensen die op minimaal 4 leefdomeinen hulpvragen hebben en ook verminderd of niet zelfredzaam zijn. Mm-hmm. Ik ben bang dat dat een beetje vervaagt, die grens.